Hoi, mijn naam is Lindy en in deze video laat ik jullie applicatietape zien met de speciale RLA-lijm en leg ik jullie het verschil uit tussen medium-tech en high-tech lijmlaag. In de vorige video heb ik jullie al het verschil laten zien tussen papieren en kunststofapplicatietape. Maar nu laat ik jullie de RLA-lijm zien. De RLA-lijm is een speciale lijm die een hechting heeft op een siliconen papier, maar dusdanig dat hij wel weer te verwijderen is. Het voordeel hiervan is dat de applicatietape niet gaat krullen op de backing. Zo kun je dus heel makkelijk gesneden teksten bewaren en laten meenemen zonder dat ze aan elkaar gaan plakken. Omdat de markt graag een applicatietape wil hebben met een conform lijm, hebben we alleen nog maar dit soort varianten in ons assortiment. En dan hebben we nog de kleefkracht. Zowel de papieren als de kunststofapplicatietapes zijn met verschillende kleefkrachten verkrijgbaar. Want je wil natuurlijk dat de kleefkracht tussen de folie en de ondergrond hoger is dan tussen applicatietape en de folie. Voor de meeste toepassingen kun je applicatietape gebruiken met de gemiddelde kleefkracht, de medium tech. Vooral in de winter is een medium tech applicatietape belangrijk. Want als je de folie op een koud raam gaat plakken, is de hechting gering. Dus als je dan een high-tech applicatietape gebruikt, kan het zo zijn dat je de folie weer van afneemt. En dat wil je voorkomen. Daarnaast kun je de medium tech applicatietape gebruiken bij grote toepassingen of wanneer de hechting tussen de folie en de ondergrond niet optimaal is. Maar wanneer kun je dan applicatietape met een high-tech inzetten? Dit is bij kleine toepassingen of folies die een structuur hebben. Mocht dat nog niet lukken, dan hebben we nog een applicatietape met een extra high-tech. En dan hebben we nog een tip. Veel mensen rakelen de bovenkant aan, maar onze tip is om de achterkant aan te rakelen, zodat je folie goed tegen de applicatietape aan wordt gedrukt. Mocht je nu nog niet weten welke applicatietape voor jou geschikt is, vraag het ons gerust en wij adviseren jou de juiste. Heb je nog een vraag of zit je zelf met een probleem en wil je het graag opgelost zien worden in een video? Laat het ons weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!